Daphne Nierop, speelster van Oranje onder 19. Allereerst de wedstrijd tegen Heerenveen, oefenwedstrijd. Hoe ging dat? Ik denk dat we wel een goede partij hebben neergezet. Ik denk dat we wel in het begin, inderdaad, wat u al zei, even moesten zoeken. Heerenveen speelt met een heel dynamisch middenveld, dus daar moesten we wel even goed communiceren voor. Maar toen we dat eigenlijk eenmaal onder de knie hadden, toen zag je ook wel dat het een stuk beter ging. Ja. En we kregen veel meer de wedstrijd ook onder controle en dat zag je ook wel in de kansen die we creëerden. En voor jezelf, ja, je speelde eigenlijk een goede pot, zou ik maar zeggen. Hoe vond je zelf spelen? Allereerst bedankt. ik denk dat ik veel heb gelopen, veel lijnen ook opengemaakt heb voor andere mensen. En daarin wel tot mijn recht ben gekomen in de wedstrijd, denk ik, ja. En de wedstrijd ging naar mijn gevoel wel gelijk op. Vond je dat ook zo of had je iets anders? Ben ik wel eigenlijk wel met u eens. In het begin zag je dat Heerenveen iets meer kwam, creëerde eigenlijk meer de kansen. Toen denk ik dat na de drinkpauze dat wij eigenlijk wel weer de wedstrijd meer onder controle hadden en daardoor meer kans creëerden. En na de rust vond ik eigenlijk wel dat het echt wel gelijk opkwam. We kwamen niet echt dicht bij de 16, maar dat was Heerenveen ook niet. Dus het was eigenlijk wel een wedstrijd op het middenveld, denk ik. Eerste helft was Heerenveen toch wel redelijk sterk. Toen zag ik op een gegeven moment, na de eerste drinkpauze en zeker de tweede helft, kwam bij jullie een omzetting. Ja. Ook die 1-0, hè? Ja, klopt. We hadden natuurlijk in de rust even wat puntjes op de i gezet, waardoor we het beter onder controle kregen op het middenveld. Wij speelden met de punten achter, maar je speelde natuurlijk ook met de punten achter. Dus hebben we dat een beetje kwartslag gedraaid, waardoor we het beter op konden pakken met z'n drie op het middenveld. En eigenlijk ook de spelers daaromheen dichter bij ons gezet, waardoor het kleiner werd en waardoor we meer controle kregen. Ja, en toen zag je wel dat we daar beter uitkwamen. Wist je er ook wat meer van positie of had je toch al een bepaalde positie gewoon waar je het beste en liefst ook speelt? Ik stond nu natuurlijk met puntje achter stond ik op de rechtshalf. Ja. Maar daarin, het is wel een positie die je krijgt. Maar op het middenveld is het zo dynamisch dat je wel eens op de linkshalf komt, wel eens met een puntje naar achter. Dus eigenlijk, als we die driehoek maar houden eigenlijk, dat is het belangrijkste. Ja. Dan scoort Heerenveen de 1-1 en dat wordt nog even spannend, hè? Ja, dat was wel spannend. Ja, ze scoren wel een goede jaar. Ik denk dat het gewoon terecht doelpunt was in die zin. Maar inderdaad, het werd wel spannend daarna. Maar wij hadden ook nog wel eigenlijk wel moeten scoren, denk ik. Het is natuurlijk een oefenwedstrijd. Zijn er dan dingen die je dan even iets anders doet of probeert? Of... Ja, je probeert natuurlijk zo erin te gaan. Want het is echt een voorbereiding natuurlijk op het EK. Dus daarin wil je wel de wedstrijd zo serieus mogelijk in. Eigenlijk wel alvast als het kan de puntjes op de i zetten. Ik denk dat we wel weer stappen hebben gemaakt. Maar dat er, ik denk dat als we de beelden terugkijken, er echt nog wel ook al stappen gemaakt. Onder 19 is zo fantastisch dat je voor geselecteerd is. Wat voor gevoel is dat? Wat doet dat met je als sporter? Ja, het is natuurlijk fantastisch. Op het moment dat je hier bent is eigenlijk alles tot in de puntjes geregeld. Van het eten, het buffet, tot aan medisch, individueel programma, de trainingen. Het is zo, zeker ook op dit complex. We hebben natuurlijk het nieuwste van het nieuwste. We hebben een teamhotel, medisch, kantine, alles zit erop. Dus en er wordt ook wel echt veel aandacht individueel besteed en ook aan het team. We hebben de afgelopen... We zijn natuurlijk 5 dagen bij elkaar geweest en daarvoor 3 dagen bij elkaar. Toen hebben we ook een mental coach gehad, dus voor de teambuilding. Omdat we eigenlijk in een hele korte periode het team bij elkaar moeten smeden voor het EK. Dus daarin ik denk dat er veel stappen zijn gezet. Maar gewoon de professionaliteit hier, dat is echt geweldig. Het is echt een ervaring op zich al, dus dat is wel heel vet. Ik zie je helemaal stralen, geweldig. Ja, is ook zo. Het is, ik ben een tijdje natuurlijk hier niet geweest, dus daarin geniet ik eigenlijk elke dag van. Dus dat, Kijk eens eventjes voor te stellen, Daphne Nierop, en bij welke club je speelt en waar je tot nu toe gespeeld hebt. Ik speel nu voor mijn tweede seizoen bij VV Alkmaar. Daarvoor heb ik 3 seizoenen bij CTO Amsterdam gespeeld. En eigenlijk daarvoor heb ik ook in Alkmaar gespeeld. Toen heette het nog Telstar natuurlijk, toen heb ik bij de Telstar Academie gespeeld. En ik ben eigenlijk begonnen in Zaandam, of kom uit Zaandam. Ben ik bij ZCFC in Weidewormer. Heb ik daar 10 jaar gevoetbald. En nog een half seizoentje bij D6 ertussendoor. Maar dat is eigenlijk tot nu toe mijn carrière qua club. Zaankanter voor een zin? Ja, zeker. Ik ben een volle Zaankanter. Dus dat, ik weet niet of dat te horen is. Denk nog niet. Ik hoor het wel. Ik ben ook een Zaankanter. Dus. Ja, klopt. Hey, Bacavia. Handig. Cavia. Dank je wel. Doet hij anders nooit. Ja, kijk je naar de toekomst kijken, het onder 19 en bij VV Alkmaar, hoe zie je dat verder tegemoet?
Eerst hopen dat ik natuurlijk mee mag aansluiten, want dat horen we vanavond pas natuurlijk. Oh, spannend. Dus er moeten nog een aantal mensen afvallen, dus ik hoop daarbij te zitten. Of ik hoop bij te zitten, bij de selectie te zitten. En dan zover ik ook komen, ja, wij hebben natuurlijk als doel gesteld EK winnen en dan we gaan zien hoe het loopt. Ja. En vanuit daar, als dat klaar is, nou ik denk misschien een paar dagen vrij, een week vrij denk ik. Weet eigenlijk niet hoe dat zit. Ja. En dan is het gewoon volle bak weer aansluiten met Alkmaar in een... hopelijk een goed seizoen tegemoet gaan. Ja, de play-offs nou een keer halen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Top 5, daar gaan we wel voor in ieder geval. Dus ik hoop dat erin zit. Wil je de kijkers van de vrouwenvoetbal nog iets zeggen of wensen of oproepen? Ja, ik hoop dat iedereen het vrouwenvoetbal steeds meer gaat volgen. En dat het een mooi, het gaat hopelijk een mooi seizoen worden. Dus elke supporter is welkom. Oké, hartstikke bedankt. Jij bedankt.